Hey beste mensen, Ben van Essen hier. Dit is even een spontane video. Ik zit in de auto. Ik ga eventjes de hond uitlaten. Die zit hier, hier achter. Maar ik wilde heel kort even reageren op een gesprek dat ik net gehad heb met Glenn. En Glenn die is muzikant. En we hebben eventjes een gesprek gehad over hoe ik haar misschien zou kunnen helpen om van freelancer, het uurtje factuurtje, naar een wat vrijere leefstijl te gaan met meer mogelijkheden en met wat passieve elementen en van hoe hij misschien een online inkomen kan opbouwen. Nou, we hebben ook van alles gehad, maar ik wilde daar heel kort even op reageren, want ik merk dat ik daar super enthousiast van word en dat vind ik leuk om met jullie te delen. Misschien heb je een tijdje geleden mijn video gezien hoe je van uurtje factuurtje als drukke freelancer naar vrije ondernemer kan gaan. Daar heb ik een video over gemaakt. En dit is niet voor iedereen. Dit is specifiek voor jou als freelancer. Als jij of in de muziekindustrie of andere creatieve business zit. Als je iets maakt of iets kunstzinnigs doet of wat dan ook. Maar als jij een freelancer bent. Kan ook een sportinstructeur zijn of wat dan ook. En je loopt tegen een plafond aan. Je merkt van de enige manier waarop ik kan groeien is om meer te gaan werken of om mijn tarieven omhoog te gooien. En je zou eigenlijk wel wat meer rust daarin willen hebben. Je zou ook wel eens wat meer tijd en ruimte willen hebben. Meer thuis willen zijn voor je kinderen bijvoorbeeld. Nou, dat is waar ik het over gehad heb met Glenn. En ik zou heel kort even wat delen. Ten eerste, wat heel tof was wat hij zei, was dat hij een paar jaar geleden, toen hij er best wel doorheen zit, ik zal niet te veel vertellen over zijn persoonlijke situatie, maar toen hij er best wel doorheen zat, een video van mij zag. We wisten niet meer precies welke video dat was, maar een video waardoor hij als muzikant weer helemaal geïnspireerd raakte en waardoor hij die passie, zo vertelde hij mij, weer terugkreeg voor muziek, terwijl hij dat helemaal kwijt was. Hij was gewoon helemaal eruit en nogmaals, niet veel vertellen over zijn persoonlijke situatie, maar die video inspireerde hem zo erg dat hij weer helemaal plezier kreeg in het muziek maken. Nou, waarom deel ik dat met je? Dit is een onderdeel van wat ik doe. Ik maak video's elke week, zodat dat niet op kort termijn elke week tienduizenden views krijgt op die manier, maar zodat dat een bibliotheek wordt van video's die jarenlang nog bekeken kunnen worden en die mensen jarenlang kunnen vinden. En zo heb jij mij misschien ook wel gevonden door iets wat je zocht op YouTube of op Google en je kwam bij mij terecht. Nou, dat is nou precies een onderdeel van het systeem wat ik mensen graag wil leren, wat ik jou graag wil leren als freelancer, om meer tijd en vrijheid te kunnen creëren. En dit is een super mooi voorbeeld ervan, want het is een video die ik een keer gemaakt heb, die inspireerde hem weer zo dat hij weer helemaal plezier kreeg en passie weer terugvond voor het muziek maken. Nou, dat was het eerste wat naar voren kwam uit het gesprek. Maar ten tweede hadden we het ook over gehad van nou, waar loopt dat tegenaan? En hij leeft van de muziek, maar dat is best wel moeilijk. Nou, als jij ook leeft van de muziek, als jij muziekles geeft, muziekdocent bent of wat dan ook, of sessiemuzikant, dan weet je dat dat echt niet makkelijk is en dat je daar tegen een heleboel drempels aanloopt. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik ben ook jarenlang muziekdocent geweest, maar ook sessiemuzikant. En ik heb opgetreden en met bandjes meegespeeld en noem maar op. Maar het is best wel hard werken voor weinig geld in de meeste gevallen. En dat is waar Glenn ook tegenaan loopt. Dat het altijd maar bergopwaarts rennen is. Zo verwoordde ik het dan zelf op een gegeven moment. En het is heel veel strijden en heel moeizaam gaat het. Maar wat mooi was, is dat hij ook iets heeft waar hij helemaal van ging stralen. En dat was namelijk sporten. Hij heeft zelf een enorme reis doorgemaakt. En hij was helemaal niet sportief. De laatste keer dat ik hem een paar jaar geleden sprak, was hij altijd lekker aan het eten en zo. En hij is nu echt super sportief. En hij gaat er helemaal van aan als hij daarvan
daarover praat. En ik zag het ook in zijn ogen. Daar zag ik de passie en zag ik dat hij helemaal ging stralen. En ik dacht, dit is wat jij moet gaan doen. Dit is waar jij andere mensen mee moet gaan helpen. Nou, dat was ook wat hij wilde. Waarom hij ook met mij een gesprek aan wilde gaan. Nou ja, uiteindelijk hebben we erover gehad, of een aantal manieren over hoe hij dat dan zou kunnen opbouwen. En hij wilde ook wel iets met een online cursus maken. En ik adviseerde hem van, ga eerst één op één mensen helpen. Ga eerst bijvoorbeeld als personal trainer aan de slag. En daar deed hij ook al een cursus voor. Want dan kun je niet aan de ene kant ook op korte termijn al wat geld gaan verdienen. En dat is wel nog als freelancer. Maar doordat je gewoon mensen één op één als personal trainer kan gaan helpen. Dus je verdient er wat geld mee. Maar ook ten tweede is dat je daardoor erachter komt wat mensen nou precies willen. Want mensen slaan vaak een paar stappen over als ze online een inkomen willen gaan opbouwen. Namelijk, wat de meeste mensen doen is beginnen met een product maken en dan maken ze een rekensommetje van, nou, als ik er zoveel verkoop, dan verdien ik daar zoveel geld mee. Maar aan wie ga je dat dan precies verkopen? Er zijn nog een paar stappen daarvoor. De eerste stap is om te gaan delen over jouw passie. Dus als je van jouw passie een inkomen wil maken, met name een online inkomen, ga er maar eerst eens over vertellen. Want als mensen jou niet kennen, waarom zouden ze dan iets van jou kopen? Nou, dat is precies de reden waarom ik ook elke week weer de YouTube video's maak, gratis. Dus omdat jij mij daardoor leert kennen. Ik geef jou heel veel waarde, dingen waar jij iets mee kan, waar jij wat van leert, wat jouw muziek beter laat klinken en kennis die je opdoet. Daardoor ga je mij leren kennen en op een gegeven moment ga je mij leren vertrouwen. En nou, misschien op een gegeven moment schrijf je wel in voor een van mijn cursussen of word je lid van mijn home studio community. En dat is wat ik Glenn ook geadviseerd had. Ga eerst maar gewoon delen over wat je doet, waar je van aangaat. Want ik word er enthousiast van om jou te horen praten over dat sporten, over het trainen, over voeding waar hij het over had, over afvallen en de resultaten die en hoe hij zich vooral voelde. En nu die een paar jaar lang elke ochtend naar de sportschool gaat. Nou, dat is fantastisch. En waarom deel ik dit nou allemaal? Nou, ik merk dat ik hier heel enthousiast van word. En ik merk dat ik het heel tof vind om hem te helpen daarbij. Nou, misschien gaan we wel een coachingstraject starten. Misschien ook niet. Maar in ieder geval, als jij je aangesproken voelt hierdoor. Als je denkt van, oh, dit... Hier ga ik ook van aan. Dit wil ik ook. En misschien, het maakt niet uit wat jij precies wil doen. Wat jouw passie is. Of het nou sporten is. Of koken. Of muziek maken. Of fotograferen. Of wat dan ook. En misschien ben jij dus al freelancer. En ben je aan het werk. Maar loop je tegen bepaalde dingen aan. Wat je kan doen is eventjes een kennismakingsgesprek inplannen met mij. Ik zal een link hieronder de video zetten. Kunnen we gewoon via Zoom eens eventjes elkaar ontmoeten en even sparren. En kan ik jouw verhaal horen. En dat is helemaal vrijblijvend. Dan hoef je echt niet meteen coaching af te nemen of zo. Maar weet in ieder geval dat ik dat aanbied. En als je alleen maar gewoon eventjes wil kennis maken, is dat ook helemaal prima. Maar als jij nu al weet van, ik heb gewoon hulp nodig. En ik wil verder komen en ik wil er ook tijd en geld in investeren. Maar ik heb iemand nodig die mij verder gaat helpen, die mij daarbij gaat ondersteunen, weet dan dat ik dat aanbied. Dus, want wat ik heel graag wil is mensen zoals jij helpen om niet alleen dat het ondernemen moeiteloos gaat, dus dat je niet constant meer die heuvel op aan het rennen bent en aan het strijden en aan het pushen bent, maar dat je juist bergafwaarts gaat rennen, dat het gemakkelijker gaat, dat je helemaal aangaat van hetgeen waar jij over praat en dat je daarmee ook weer mensen kan inspireren en misschien potentieel wel hun leven kan veranderen, want dat is wel een realistisch beeld als je mensen gaat helpen, dat er ook verandering gaat ontstaan. Dus weet dat ik dat aanbied. Plan maar gewoon eens een kennismaking in als jij je aangesproken voelt door deze video. Zo niet, is ook helemaal prima. Dit kanaal gaat vooral over muziek produceren en muziek opnemen en dat soort dingen. Maar ik vind het ook fantastisch om freelancers, om ondernemers te helpen hun business
op te zetten of te verbeteren. En met name ook een online bedrijf op te gaan bouwen en dat te automatiseren, zodat je meer tijd en vrijheid hebt. En ja, gewoon een beter leven kan krijgen. Nou, dat was het. Dat wilde ik heel kort eventjes delen. Als je dit aanspreekt, plan dan gewoon eens even een kennismakingsgesprek via de link hieronder in de beschrijving. En wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer weer bij een normale video, zeg maar. En laat ook even een reactie achter als jij dit interessant vindt. Als je hier meer over wil horen. Dus ik wil ook vaker best wel video's maken over ondernemen als muzikant of als creatieveling. Dat soort dingen. Maar dan ben ik gewoon even benieuwd of je daar überhaupt interesse in hebt. Nou, ik wens je een hele fijne dag en ik zie je graag de volgende keer weer. Ciao!